En daar zijn de winnaars, dames en heren, van de McKinley-prijs. En Rick geeft zijn Hunter Elko even af. Dankt de fokker, want die heeft ooit aan de wieg gestaan van deze Quickwood uit Mamma Mia Lavec. En die wint heel sterk hier op een mooie dag, Rick. Dat is een lekkere binnenkomer. Ik sprak even met de fokker. Pech, dat hoorde ik. Ja, paard heeft heel veel pech gehad en dat is achteraf misschien niet zo slecht geweest voor hem. Nee, had hij de tijd nodig? Nou ja, kijk, het is een heel groot paard, dus die hebben altijd wat meer tijd nodig. En hij is nog lang niet sterk genoeg, dus, maar het is wel een heel goed paard. Heeft Cor de regie bij jou gelegd of doet hij het zelf en jij assisteert hem? Ja, hoe zou ik wat zeggen, Cor? Nee, paard staat bij mij en Cor kwam in het begin met hem trainen en nu staat hij bij me. En dat gaat goed samen. Wou ik zeggen, wat ga je met hem doen? Gewoon lekker maar koers op Duinlicht? We kijken van koers tot koers, net waar er wat is. Dat zeg ik, hij moet nog even wat sterker worden. Maar ik denk dat hij voor andere banen ook goed genoeg is. Ja. Cor, het is een tijdje geleden denk ik dat de successen aan elkaar geregen werden. Ja, hartstikke leuk en we zijn er helemaal groos op. Wat vond je van je? Nee, dit is genieten. Wie was de laatste ster? Floris Kriemhout. Maar die is er nog steeds of is die weg? Die is het niet meer, nee. Je houdt het bij één? Ja, nee, ik heb er twee. Ik heb nog een volle broer hiervan. Volle broer en die is een jaar jonger. En de moeder ook nog? Nee, die heb ik ook niet meer. Nee. Die is overleden, jammer genoeg. Begrijp ik, maar je hebt wellicht twee pareltjes. Ik denk dat ik twee toppers heb. Super, genieten. Goed, we gaan Rick Wester herenigen met zijn paard Hunter Elko. Mooie samenwerking met de familie De Mare. En vandaag is het eerste succes geoogst. Had al eerder kunnen zijn als het paard niet achtervolgd was door pech. Maar Rick Wester zei zelf al, nou ja, misschien is dat achteraf helemaal niet zo gek geweest. Want het is een hele grote jongen dit. En een grote jongen die heel wat eentjes achter elkaar zou kunnen gaan noteren. De manier waarop hij dit won was indrukwekkend in een 16 tijd. Dan komt hij aan, dames en heren, de eerste winnaars van vandaag. Voorafgaand aan het eerste grote hoogtepunt van vandaag trouwens. De 30.000 euro race voor de Arabische Volbloeds. Maar eerst alle aandacht en applaus voor deze geweldige draver in spe. Een groot applaus voor Hunter Elko, Rick Wester. De start van de ren, de President of the United Arab Emirates Cup, is over 15 minuten. Start over 15 minuten, de paarden worden in de paddock gevraagd.